dag 8 van het festival. En wij gaan zo luisteren naar de Nederlandse luidspeler Jozef van Wissem, die de muziek componeerde voor Jim Jarmusch's hippe vampierfilm Only Lovers Left Alive. Maar nu eerst praat collega Rick de Gier met de Deen Christopher Bo, regisseur van de uitbundige komedie Spies en Glistrup, waarin het waargebeurde verhaal verteld wordt van twee suffe cijfernerds die dankzij allerlei belastingtrucs pervers rijk zijn geworden. Jeg kan være hjælpeejer, og Simon Spies med en større virksomhedsovertagelse. Mogens Glistrup, jeg repræsenterer Spies Rejser. Det er Mogens, han er min advokat. Simon Spies er ikke noget godt selskab, Mogens. Han er en driftig forretningsmand. Undskyld, men hvor er alle de der fine herrer, som vi har tænkt os at tage røven på? Altså, mit tilbud, det var jo ikke evigt. Faktisk, så tror jeg, det er 50.000 kroner mindre per minut. Tager du ikke tid, Mogens? Seeing as you're portraying existing people, did you consider making the film even more historically accurate? The lawyers were very eager to figure out what I could say and not say. We have a very liberal law in Denmark. So what the liability law, what can I say about people and not say about people? To me, it was very important that this is my, it's called Herborn Kaas, Spies and Glistrup. This is my take on these two characters. These are very radical people. These are two revolutionaries who in the 60s did something that nobody else did, and who has a story that's very unlike other Danish people. This is my take on what they did and why they did it. Other people could have other takes on it, because all human lives are very complex. So it's, to me, it's just important that this is my take on it. And to the best ability of what we could in research, this is also the truth. Jamen, de er gode. Nå, hvad med dig, hva'? Jeg kan godt mærke på din numse. Fint, dem tager jeg. Så skal du også gøre mig en ny tjeneste. Jeg har lyst til at ringe til Ekstrabladet og sige, at de skal komme herned straks. Jo, det er godt. Tak. Og så sig til dem, at du tror, Simon Spies, han er ved at skære helt ud. Pilou is 30 years old. He's playing at the earliest age a guy who's 40, and he ends up being 60. I knew he was the right for the part because he has this brilliance, intelligence in his eyes, where he can smile and look at you, and you've been afraid of him because there's something sinister in his eyes. And that aspect, only Pilou has that in Denmark, I thought. Is that how he talks? Because it's a crazy voice. It's a crazy voice. And in real life, it's even more crazy. He talks very slowly, even more slowly. But the fact is that he had a lot of lines in the movie, so he needed to speed him up. But the way he talks is pretty close. He's also naked quite a bit. Is that all 100% natural, what we're looking at? Some of it and some of it's not. Yeah. I won't tell, but it's Pilou has nothing to be ashamed of. Samen met cultregisseur Jim Jarmusch zit hij in een band, de Nederlander Jozef van Wissem. Jarmusch op gitaar en Van Wissem op luid, zeg maar een middeleeuwse gitaar. Van Wissem is in Rotterdam omdat hij de muziek componeerde voor Jarmusch's Only Lovers Left Alive. En wij spraken met hem. It's beautiful. Thank you. Wat is er zo mooi aan dit instrument? Nou, het is gewoon een heel sexy instrument. Je kan jezelf over nadenken bijvoorbeeld hoe dit instrument vroeger geklonken heeft en hoe mensen het vroeger speelden. En er zijn geen opnames van, dus dat is eigenlijk wel intrigerend. En hoe heeft de luid jou uiteindelijk in contact gebracht met Jim Jarmusch? Nou, toen ik Jim Jarmusch tegenkwam op straat in New York, toen vroeg ik aan hem, are you interested in luid? En toen zei hij yes, en toen heb ik hem een cd gegeven van mijn luidwerken. Hij heeft mij gevraagd om soundtrack te schrijven voor zijn film. Ze zijn begonnen met wat luidstukken die ik aan hem heb gegeven, waar hij ook aan toe heeft gevoegd met zijn band. En ik heb zelf ook nog toegevoegd aan de stukken door zang toe te voegen bijvoorbeeld.
En ook elektrische gitaar en zo. Dus het is een film over muzikanten, dus er zit heel veel muziek in. You being so reclusive in everything is probably only going to make people more interested in your music. Yeah. What a drag. Uiteindelijk is er ook een van de hoofdrolspelers gedeeltelijk op jou gebaseerd. Ja, dat zegt Tom Hiddleston. Dat hij zijn rol op mijn karakter, zeg maar, heeft gebaseerd. En daar kan ik mij wel in vinden. Wat herken je van jezelf terug? Nou, ik herken wel bijvoorbeeld zijn kritiek op de samenleving. Zoals? Nou, bijvoorbeeld dat mensen zombies zijn en zo. Daar kan ik mij wel in vinden. En is De Luid dan een voorbeeld van ook zo'n kritiek op de samenleving? Ja. En hoe? Nou, kijk, een luid is eigenlijk een soort symbool van alles wat je... Ja, dat gaat tegen de dingen in die je niet nodig hebt. Zoals daar zijn schermpjes bijvoorbeeld om contact te maken met mensen. Je kan ook gewoon tegen mensen praten. Dus wat dat betreft is het een soort terug naar de natuur. En zijn er nog specifieke karakteristieke momenten in de film waar je je echt letterlijk herkent? Ja, er is één scène waarin hij naar een band gaat kijken. En dan wordt hem gevraagd, zullen we je introduceren aan de muzikanten? En dan zegt hij van nee, liever niet. En dat is typisch Jozef van Wissem? Ja. Morgen een special over de epische familiekroniek La Melio Gioventù, die hier 10 jaar geleden de publieksprijs won. Wij gingen naar Rome en spraken met de maker van die film, Marco Tullio Giordano.